Spannend. Zijn we live? De NOS be like eergisteren. Nee, gisteren. Zijn we live? Oh, daar! We zijn live, volgens mij. Komt nieuwe Ethnostaat aan. Oh, wat goed. Zo, welkom. Welkom mensen. Meansen. Kijkers. Geliefde mensen. Lieve vandaag een dag in een nieuw teken. Een nieuw Nederland, zeggen sommige mensen. Met Geert Milders, hopelijk. Tegen wie praat jij, Wolf? Er is echt niemand die hier naar luistert. Hij praat in zichzelf, hij is schizofreen. Ja. Oh nee, wacht, dit wordt ook opgeslagen op YouTube, er kijken wel mensen. Ja. Oké, okay, beste Geert Milders, ik ben blank. ik geloof nou, dat ik aan je skin zie ik dat 100%... niet echt hoor. Aan je skin ben je zo blank. En ik moet zeggen, Senna is ook niet per se een heel Nederlandse... Nee. Hier zie je David, zegt ik luister wel. Zie je, ik ben toch gewoon tegen mensen aan het praten. Gaan we nu letterlijk mij voor buitenlander afgooien? Ja, het liefst willen we gewoon dat jij het land uitgezet wordt, Senna. Ik ben witter dan jullie en ik ben meer Nou, Senna, geloof me, je kan niet blanker zijn dan ik. Dat is onmogelijk. Ik ben albino bijna. Ja, ik wou net zeggen, dat is onmogelijk om blanker te zijn dan ik. Nou, moet ik zeggen, ik ben wel 1/16e Duits. Oeh. Nee, hey, net als het potje trouwens... beginnen, dan komt David. Mag ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Mag ik even mijn complimenten geven aan hoe goed de thumbnail ook weer is? Ja, hij is weer goed, hè? Ik vind dat we daar echt wel even een complimentje voor mogen hebben. Want dit is zo'n ongelooflijk sterke foto ook weer. Kunnen jullie mij horen? Ja, natuurlijk. Is Welpje de Welper? Oh, waarom is het David hier? Olivier, kom. Kan de staat veel geld opleveren? Ja. Ik hoop het. Nou, kijk eens even, David. Wat heb je toch een prachtige skin ook weer? Ik word hier zo emotioneel van. Het is... Ik ook, met jij ook met die vingertjes. Wat doet hij met zijn vingers? Heeft David dat vorige potje gewonnen? Wat een legend. Ja, dat waren wij volgens mij, David, met z'n tweeën. Oh, wat ziek. Dus dan heb je echt een ultieme botlobby's. Wat gaaf. Dit is echt... Ik weet niet, maar ik heb niet gewonnen hoor, volgens mij. Alex WM is er ook. Die zegt sub. Dat is degene die... Dat is de meneer van de Tweede Kamerverkiezingen stream. De originele Tweede Kamerverkiezingen stream, man. Ja. Subscribe, ja, vind ik een hele goeie. Abonneer je op Gamen met de Mannen. Als ik nu zo'n cool abonneerknopje in beeld zou kunnen zetten, dan had ik het gedaan, maar helaas heb ik dat niet zo. Sinds wanneer kan je die emoties spammen in beeld? Ja, op YouTube. Tegenwoordig, je kan dat echt spammen. Ja, de one and only, Alex de Tweede Kamerman. Ja, die emojis, ik weet ook niet waarom je die kan spammen. Volgens mij doet het niet zo heel veel, maar... Het is echt een heel gave feature, is het. Dat is allemaal voor de experience. Precies. Wat zeggen we, zouten landen? Uiteraard. Ik ben het connecten, ik zie nog helemaal niks. En nu zitten we hier in de stand. Wat klinkt het ook goed. Wat je vertelt. Hou me nuchter en warm. Alex, ken jij Bram? Nou, ik ben benieuwd of je Bram kent. Oh, maar die meteoriet die op Tilted gaat landen. Ja. Vibrantor, wat? Oh, ja, vibrator? Nee, Vibrantor. Vibrantor. Je zit gewoon weer het hele oude seizoen opnieuw ofzo. Ja, ze hebben heel veel gaat van die oude seizoen. Gaat er nou gewoon weer een meteoriet op Dusty Divot vallen ofzo? Ja, het lijkt alsof, ik het. Alsof hij weer op Dusty gaat vallen. Krijgen we dan een soort ultieme... gewoon twee keer zo diepe Dusty Divot ofzo. Harko is er. Harko, die weet het wel. Divot. Harko, jij weet vast wel dat hij weer op Dusty Divot landen. Het schijnt dat jij het hele evenement al gezien hebt, dus... Oh, Lassie. Ah, die bipolaire Bram, non-binair. Oh, die Bram, Brammetje. Oh, van die Cherry video bedoelde hij. Ah, maar ik vind het wel een gave Bram, moet ik zeggen. Gaaf persoon. Oké, er is iemand in mijn huis. Ik heb weer een stormflip. Ah. Oh. Je ziet even mensen af hier. Tijdens de
hing in de lucht tijdens seizoen X. Is nooit geland en toen kwam het zwarte gat. Ja, Thijs, ik heb even een paar. Paar Marokkanen afgeschoten hier. Oh, nice. Ja, hier iemand met een kopvot. Oh, Thijs, iemand met een. Thijs, je moet ons toch aanpassen aan de omstandigheden. Ja. Oh, huh? Maar hij bouwde niet. Niet! Hij bouwde niet! Waar ben jij? Zoute landen. Oh, wacht, ik kom eraan. What the fuck? Ik ben gek op zouten landen. Wacht, wacht, er is ook iemand aan het reboot. Ja, maar ik ga een fucking airstrike omgooien. Ik ga een stormflip omgooien. Ik heb geen airstrike. Oh. Oh, hij is knocked. Zijn moeder. Ja, dat ik hem eerst had geairstrike. Ik wou een kroontje. Welpje de Welp is echt geniaal bezig. Oh, de storm. Pas op. Welpje de Welp. Oh nee, maar een dubbele stormflip cancelt zichzelf niet uit. Dat is wel jammer. Hey Welp, kan je mijn rebootkaart pakken? Ja hoor. Dat kan niet zeker doen, of je het gaat doen in tweede. Iemand die dat wil doen, oh, ja, zodat ik ook nog een beetje kan looten. Ja, ik kom wel aan. Altijd weer looten, hè? Als Knoert de looter. Maar nu moet je wel het hele potje daddy noemen, anders doe ik het niet. Okay, daddy. Okay, laat maar. Ik vond het toch even heftig. wat? Oh, er zat iemand gewoon in je te wachten. Hij zat hier gewoon nog te campen. Ja, jongens, help. Oh, maar dit kan de Welp. Is de Welp hier wel expertise vereist? Is hier dit. David is geboren voor dit moment. David, bombardeert dit het heel kan jij. Ja. Oké, okay, David, dat was een Israël. Ja, nou, ja. Ja, David, dit is jouw moment! Dit is jouw moment! Nee! Nee, ja! Ja! Welpje de Welp! Dit is Welpje het moment! Ik had het niet verwacht. Ik wil het anders nog hier. Hier, help, help! David, help! Kom hierin. Oh, fucking Welpje de Welp. Wat carried hij de squad weer? Echt zo. Wat een David clutch. Je hebt de complimenten van Lars. Een van de weinigen. Echt, hey, David, je komt een medkit, ja. Mike, wacht, waar is de. Oh ja, hier. Fucking. Ongelooflijk. Fucking Welpje de Welp. Wat ben jij een legend? Woehoe. Nog even. Hey, nog even Senna's ding pakken. Waar is Senna? No, I don't think I will. En dan de snelle reboot. Als je dubbel reboot gaat, ja, het sneller volgens mij. Ja. Dit is wel een spannend potje. David, wat ben ik verliefd op jou. Ik kan niet eens met de doen. Ik dacht ook echt zo erg, jij bent dood. Oh. Dat dacht ik ook. Hij wordt er geschoten. Ja. Ik word even gesodemieterd uit de lucht. Dat is wel altijd. Ze moeten altijd mij hebben. Junk Rift. Oh. Een Junk Rift is als je. Dan gooi je eigenlijk een soort van ding op iemand, zeg maar. Een rotsblok. Had hij hem al gegooid zeker, of niet? Au! David staat een beetje stil. Oh. Waar was dat voor nodig? Ik weet niet wat ik deed eigenlijk. Nee, ja, het zag er wel gaaf uit. Nou ja, niet met mensen, maar... Met bolteerberen. Ja, maar het zijn er wel heel veel. Thanks voor de ammo. Ik vraag toch om wat backup. Ja, is goed. Oh, ja? Goed. Zwaar. Bijna dood. Oh, we zijn bijna dood. Ah. Wat? Hey, goed wapen. Oh. Oh. Waarom stond hier iemand, David? Dat was echt random. Pils. Mag ik heel even dit wapen pakken? Nee. Het merendeel van de inwoners van Tilde Towers heeft op Wilders gestemd, by the way. Dan moeten we het gaan bombarderen nu. Ja, goed idee. Hier, rockets heb ik nodig. Van Tilde Towers ook. Heb je rockets, hè? Nee, joh. Ik heb zelf een rocket launcher. Van Moela. Thanks. Nee, je kan niet zo schelden. Mijn tere oortjes kunnen dat niet aan. Ik heb echt niks nuttigs. Ik ben echt heel erg boos. Je bent ook niet echt nuttig. Oké, thanks Senna. Grapje. Nee! De David-mobiel.
De David ook, joh. Hij... Dat is gewoon iets dat is eigenlijk echt alleen voor David bestemd. Hey, killstealers. Dat was echt een hele subtiele killsteal. Ja, het was ook echt gewoon een zware killsteal. Echt, echt. Hoe zwaar? Echt kankerzwaar. Heeft iemand ammo? Oh. Welke nee, wel? Heb je ammo? Ik heb echt geen ammo. Ik ben zelf ook op zoek naar ammo. Oho. Nou, ik wou hem no-scopen. Ja, maar we hebben geen tijd voor die al die ongein. We moeten Fick Royals halen. Oh, twee achter ons. Ja. Waarom zijn er zoveel bots hier? Wat is dit voor... Willen meer of minder bots? Ik had hem gesniped. Jongens, we moeten wel meer politiek relevant blijven, dus willen we meer of minder bots? Meer. Ja, nee jongens, kom aan. Wacht man. Vraag je het ook aan Gamen met de Mannen, wat denk je dan? wij leven op bots. Ja, dat zijn jullie enige kills niet. Nou, dat valt wel mee hoor, maar in ieder geval... Het... Oh, hij zei het K-woord, oh dat zal ik wel geweest zijn. Ja, Bob, ik denk dat jij degene was die het K-woord zei. Meestal ik wil zeggen, Thijs zegt dat niet en David zegt alleen maar als hij zijn dividendbelasting omhoog ziet gaan. Oh, die is... meer Olivier. Dus meer, kijk, Olivier is de echte investeerder. David denkt dat hij een investeerder is. Ja, dat is een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil. David, jezelf is dus niet zeg maar jezelf fucking diep in de schulden halen. Dat niet in jezelf investeren. Oh, jongens, hier gebeurt iets, volgens mij. Ik weet niet precies wat het is. Oh, hier staat een of andere gek te dansen! Nee, wacht even, dan gaan we hem trollen. Dat is een of andere homo! Oh, dat is een bot trouwens. Dat meen je niet. Ja, ik speel het spel niet, hè? Fortnite. Is hij boos? Volgens mij speel jij meer Fortnite dan ik. Is hij boos op mij? Wel. Oh, wat? Ik heb hem net aangereden. Gap. Nee, nu gaat hij ook op mij schieten. Stel dat je weer boos. Oh, maar dit is zo'n NPC bot. Hij had ook alleen maar een grijze AR. Het is dat een beetje. Dat bedoel ik met zeggen, het is een NPC. Ja, is goed. Maar Senna, jij bent ook een NPC. Wow, wat is dit voor cool ding? Er is niet heel toevallig iemand met rockets of AR ammo? Bro, Senna invite me net al om Fortnite te spelen. Dat is heel erg. Dat zegt wel weer heel veel over jou, Senna. Of wat? Dat je zelfs met Lars Senna, of dat je zelfs met Lars Fortnite wil spelen, dat zegt wel heel veel over. Ja, ik zag Lars en ik dacht, hé, dan ga ik even een duwtje met Lars en toen skipte hij me. Dat nou oeh, en dan ben je geskipt door Lars. Ja, echt een lul. Wij wouden zijn solo's grinden, want anders was hij natuurlijk weer Hij kan natuurlijk niet, hey. Oh. Oké, even kijken. Zijn er nog meehansen? Maar Senna, ik moet wel zeggen, daar ben je wel echt heel diep gezakt. Als zelfs Lars geen Fortnite met je wil spelen. Nee, ja, inderdaad, dat vond ik wel heftig, ja. Moet dan zeggen, ben je wel echt voorbij komen. Heel diep gezakt. Nee, ik snap ook niet waarom je dat niet wou eigenlijk. Ik ben eigenlijk best wel boos nu. Oh, au, au! Oeh, ik werd echt verrast, Rolf. Ja, ik ook. Oké, nu word ik echt van 20 kanten beschouwd. Help. Wolf, we moeten bij elkaar blijven. Oh nee. God, ik ben dood. Volgens mij zijn we allemaal dood, ja. Toen ik werd geheadshot, sniped en alt F4 gegeven. Ik weet niet waar al die sweats vandaan kwamen, maar... Ja. Ja, wat fok. Maar je raakt dan zo gewend aan die bots, en dan... komen er echt mensen en dan vecht je met alsof het bots zijn. Botteerberen. Geert Wilders. Concreet. Ja, die ken je wel. Die ken ik wel, ja. Ah, het partijprogramma was tenminste deze keer wel iets langer dan 1A4'tje. Eeuw. We moeten nu ook elke keer als je op school, zeg maar voor de les, moet je het volkslied zingen. Vet.
En moest je dan ook zeg maar nu iedere keer voor de les dan eerst genocide plegen voor de les? Of is dat niet deel van de les? De voice chat weer kapot gegaan. Hallo? Vandaag van de Mohammed die ik ken alvast afscheid genomen, ja, snap ik. Heel begrijpelijk. Daarna is lekker in zijn microfoon aan het ademen. Oké, we gaan. Gaan we naar Tilted? Oh nee. Een kut idee. Harco probeert ons te streamen. Jongens, ik hoor jullie niet meer. Ja, hebben jullie hetzelfde probleem? Ik hoor jou wel. Ja, hè? Niemand zei wat. Jawel, heel veel mensen zeiden wat, maar je hoort het gewoon niet. Senna, ik hoorde jou wel. Maar ik hoor thuis niet praten. Ik hoor jou dus wel praten, hè, David? Hoor je nu mij weer? Ja, ik ben ik hoor de voice chat even geliefd en er weer uit de in ik hoor je gaan. Ja, maar Senna, jij hoort mij niet wel, volgens mij. Moet je het ook even doen. Hoor jij mij, Sen? Ik hoor David wel, maar hij hoort mij weer niet. Ik ga eerst even mezelf overleven. Jullie praten wel allemaal. Hallo? Hallo, kunnen jullie me nu wel horen? Hallo? Volgens mij kunnen jullie me nou nog steeds niet horen, of wel? Episch. Wat werkt Fortnite toch ook goed? Wat is het toch ook een gaaf spel? Oh. In ben mij, lul Hannes? Nee. Ja, ik heb geen wapens. Ik kan niet communiceren met mijn teammates en ze horen me niet. Maar ik hoor jullie mij wel. Ja, ik hoor jou wel. Wat de fuck, ik snap het niet, ik hoor jullie allemaal niet. God. Wel lekker stil. Jongens, wel op je wel verkopte dag hebben, ja? Pas maar op. Zo voice chat, echt zo. Dit is echt shit, zo voice chat. Ah. Oh nee. Hallo? Marco, wat moet jij nou weer? Hey, hoort je? Hey, ik hoor jou. Wacht, wel. Kan je mij horen? Ja, wij horen jou wel. Maar hoor je ons? Ik hoor iedereen, maar volgens mij kunnen jullie Thijs niet horen. Ik hoor niemand en ik hoor alleen jou. Jullie kunnen allemaal elkaar niet horen, nee. Maar alleen mij. Ja, ik hoor David en Senna hoor ik wel. Senna en David hoor ik wel. Thijs hoort ook nog Senna en David, maar Wolf hoor ik niet. Oh, ik hoor Wolf niet, nee. Kan Thijs mij horen? Ja, ik hoor Thijs kan alleen Senna en David horen. Oh, dat is ook irritant. Maar ik hoor alleen Senna. En ik hoor geen Thijs, maar ik hoor wel Lars. Oh, en David kan Senna ook horen en mij. Hallo, David. Fuck, is me Alex, de chat omschrijft het wel best als in en zo uit, voice zeg maar. Dus niet uit de party, maar uit de voice channel. Dat kan ook. Als je dat even doet, voor mij fix dat het shit. Dat heb ik net al gedaan, maar dat werkt ook niet. Hallo? Hallo? Lars? Ja? Wat is er? Dat is apart. Ik vind het ook wel grappig dat we elkaar wel horen, maar sommige mensen dan weer niet en sommige mensen dan weer wel. Hoe kan dit kan nou? Wolf iemand horen? Oh, Wolf kan ons allemaal horen. Oh, Wolf kan ons allemaal horen. Wolf is echt een grote wee. Dit is echt heel episch.
Nee, maar dit was gisteren ook al een tijd. Wolf weet niet waar jullie rebootcards zijn. Oh, hij is al. Misschien moet iedereen even de party uit en dat we dan opnieuw een party maken of zo. Ja, dat kan, maar ik had net al de voice channel uitgegaan en dat werkte ook niet. Ja, maar misschien moeten we dus even gewoon een hele nieuwe party maken. Ridge. Ik weet niet wie de party leader is, maar als die Wolf. Dan gewoon even Wolf iedereen kikt en zo. Vier. Wat ja, zeg je? Okay. Wat? Nee, je moet gewoon, jongens, je moet gewoon naar je party channel gaan en dan kan je zeg maar. Dus als je instelling bij voice chat, kun je je party channel leave en dan weer join. Nee, dat werkt niet, dat heb ik al gedaan, Ayrton. Dat heeft Thijs al geprobeerd. Wacht, we kunnen ook allemaal in de game channel. Ja, kunnen we. Hallo, proberen. Beste kameraden. En dan hoort. Ja. Als ik je beste kameraden. Hallo Thijs. Hallo David. Ja, nu hoor ik je wel gewoon. Waarom... Hey Thijs. Ja, nu horen we elkaar wel. Ja. Huh? Maar als we nou weer terug naar de party channel gaan, misschien dat hij dan wel doet. Ja, ik ga. Hallo? Thijs, hoor ik je nu wel? Oh, ik praat nu, hallo? Oh, ik hoor Thijs in de game channel wel, Lars. Je kan naar de game channel gaan. Ja, maar nee, maar Harko kan niet. Ik kan naar de game channel in, want ik zit in de game. Oh, nou dat is alleen maar... Nou, anders gaan jullie gewoon allemaal de game channel in. Dan kijk ik de stream wel. Dat kan ook. En dan na het potje komen we gewoon terug naar de lobby en dan proberen we het daar te fixen ofzo. Want dat hadden we gisteren ook Hallo. Al. Hey. Ja, Wolf gaat die... Oh, holy shit, Wolf leeft nog. Episch. Heeft hij op de kamers? Als hij nou even reboot jou. Ja. Of heeft hij alle kaartjes al? Hij heeft alle kaartjes, ja. Wat een gekke superhuis man. Maar wacht. Hij doet wel echt de Thijs eigenlijk. Wolf zit nu, hij hoort ons nu allemaal niet. Nee. Maar hij moet even in de game channel komen. Maar Lars kan niet in de game channel. Ja, maar ja, anders kunnen we elkaar niet horen. Het is toch wel handiger voor het potje om elkaar te horen dan om Lars te horen. Maar wacht, waarom? Is het dan die 5 van de 6 of zo dat het daardoor niet werkt? Nee, sinds dit potje is de fucking party channel helemaal kut. Maar dat was gisteren ook al Lars een keertje. Gisteren was het ook al een keertje dat de hele voice chat naar de kloten ging. Ja, toen waren we gefrustreerd allemaal. Dat was echt fucking raar, want ik hoorde jou en David en Senna hoorde ik dus wel, maar jullie hoorden mij dus niet en ik hoorde Wolf niet en Wolf hoorde ons allemaal. Maar hoe kan dat nou? Dat is goofy voice chat. Ik zal niet per se gaan bouwen, dan zie je mensen. Maar wat Wolf nu doet is sowieso niet echt handig. Nee, toch? Dit is toch letterlijk gewoon, yo guys, hier ben ik. Ja, daar komt iemand. Ik vind dat nieuwe Israël ding vind ik wel heel gaaf. Dat je gewoon kan doen alsof je Israël bent. Wat dan? Nou ja, die airstrike. Hallo, horen jullie mij? Ja, nu hoor ik je, maar ik ben nu al terug naar de lobby. Ja, snap ik. Harko. Ze zitten allemaal nog in het clipje. Aurits van Wijk, yo. Oh, welkom bij de stream. Kunnen Wolf en Thijs elkaar horen? Nee, ik hoor Wolf niet. Oké. Nee, ik kan niet horen. Wie is Aurits van Wijk? Hij is een held! En wel, hij is welkom in de stream. Oh, maar dat hoort ik kan jou horen, niet. Wolf. Wolf, anders kick jij gewoon even iedereen en dan joinen we Thijs lobby of zo. Kijk of dat werkt. Ik kan. Zilk 4. Ja, kan je horen? Ik hoor je. Hè? We help you the well. Oké. Okay. Kan je ons horen? Ja. Let's go, okay. Werkt het weer. Oké, let's go. Even een testje. Oké, eerst Lars, zeg even je naam. Lars. Kan iemand Senna horen? Zo dom. Kan iemand Senna horen? Ja, je kan me horen. Ik hoor Senna. Kan iemand... Thijs, zeg hallo. Ja, nu is gewoon expres stiller.
Moet ik even de NOS weer op mijn microfoon zetten? God allemachtig. Dit was zo'n chaos. Typisch Fortnite moment. Dit is ongelooflijk. Hey, maar die Alex, hè? Die Alex WM uit de chat. Ja. Die volgt nu Gamen met de Mannen op de Grams. Wow, let's go. Er is al zoveel goede posts opgekomen. Posten jullie überhaupt ooit iets? Sorry? Posten jullie überhaupt ooit iets op Instagram? Nou, we moeten binnenkort kunnen we wel weer wat posts doen. Wolf, weet je überhaupt het wachtwoord nog? Ik ben ingelogd. Ik heb het wachtwoord ingevonden. Want dat was toch een tijdje ding dat jij het wachtwoord niet meer wist? Ja, blijkbaar was het gewoon het wachtwoord wat ik overal voor gebruik. Ja, toen was hij heel makkelijk opeens. Maar wat gaan we nu doen? Want ik stel voor dat we geen Team Rumble gaan doen. Nee, dat is echt heel saai. Dan gaan we weer dat andere doen, toch? Dat Zone Wars, vind ik voor jullie. Tilted Zone Wars? Zeg, ik vind het lachen. Maar David is daar veel te goed in, dat is echt oneerlijk. Nee, daarom is het leuk. Maar Lars, speel je op toetsenbord of op controller? Ja. Dan mag je alleen maar sniper. Ja, en niet bouwen. En niet bouwen, ja. Win je alsnog hoor, fijn. Maar... Prima, is goed. Daar gaan we dan. Oh. Daar gaan we! Mooie skin, dankjewel. Heb ik van Harco gekregen. Oh ja! Oh, dat was ik zo. Zou je echt een game mode moeten maken, dat je gewoon... Gewoon alleen bananen. 50 tegen 50 Team Rumble, maar dat je wel, als je dood bent, ben je gewoon dood. Dat lijkt me wel leuker. Gewoon 50 tegen 50 inderdaad, moet terug. Ja, lijkt me echt lachen. Dat is de beste game mode ooit. Wat ze zouden moeten doen, is zeg maar... Dat als jij met een met 8 mensen in de lobby bent, of 5, 6, 7... Ja. Dat je dan gewoon meerdere squads in één game kan. Ja, maar dan ga je teamen. En dat is niet de bedoeling. Dat is genius. Maar waarom maakt ze niet gewoon een dubbel squad mode of zo? Gewoon met 8. Dat is op zich wel lachen, maar ik weet niet hoeveel mensen dat spelen, want dan moet je ook weer precies 8 mensen hebben. Wie heeft de ronde nou weer gestart? Oh mijn god, altijd. Ik ben altijd later. Harco! Dan begint hij automatisch gewoon. Dat kan ook nog. Ik heb zeker niet gestart. Wel, Harco, jij was het. Nou, ik was het blijkbaar. Geeft het gewoon door. Ja, ik was het blijkbaar ook. Ik weet dat tegen Thijs vechten geen nut. Want wie is er nog niet dan? Nee, dat is niet. Zo. Wie is er nog niet dan? Ik. Iets te en ik ook niet. Oh, lekker rustig. Wacht even. Is Thijs ook nog niet eens? Nee! Omdat jij hem gestart hebt, Harco, droplul. Hoezo is Thijs er nog niet? Hij heeft ook een PC. Waarom duurt het zo lang? Nou wil ik David zien. Ja, trouwens, hoe de fuck ben ik? Ik ben de fucking host. Hoe ben ik later dan jullie? Ik ben de host. Ja, dat is altijd. Ik zat even te denken, waarom heeft Lars nog geen wapens? Hij mag alleen snipers. Ik denk ook, hoezo zou je ooit voor David dat gave apparaat dat daar ligt... Lars, dat gave apparaat dat daar achter je ligt, die mag je ook wel gebruiken. Ja, dat vind ik ook wel, dat is ook een sniper. Wat gedacht? Dat is niet echt een sniper. Nee, laat mij nou uit de vrouwen, joh. Wat een goat ben jij ook. David was ook echt een NPC net, gewoon. Holy fuck. Dit ding is zo nutteloos, het maakt me geen reet uit dat je die wel mag gebruiken. Nou, het is echt zeker niet nutteloos, kan ik vertellen. David speelt als een bot, wat hem zo onvoorspelbaar maakt. Dat maakt hem echt de gevreesde tegenstander. Huh? Dat is geen sniper, hè, Harco? Nou, die vind ik tellen, hoor. Het is echt een bagger. Oh ja, sorry, Harco, maar ik was even aan het kloten met mijn controls. Duurt te lang. Die Mars zijn gewoon snipers, hoor. Die dingen kunnen echt niks. Ik vind dat dat mag. Zo'n scoped wapen mag wel. Deagles, revolvers, DMR's, snipers en bogen. En dat gaaf. Nee, geen bogen. Nee, bogen niet, nee. God allemachtig, nee. Lars met een boog. Dat vind ik enger dan Lars met een shotgun en een scar. Nee, weet je wat ik het engst vind? Thijs met een zwaard. Dat is ook fucking eng. Dat is ook wel heel Wanneer eng. Wanneer ik dat zwaard in mijn klauwen krijg, dan is iedereen de Sjaak. Oké, maar mag ik ook het zwaard gebruiken of niet? Nee. Alleen is dat een sniper, deagle, DMR of flintlock? Wel, voor mobility mag ik hem wel gebruiken. Licht gaan, misschien identificeert hij zich wel als sniper. Hè? Nu jij weer. Ja, dat kan ook wel. Yo, dat... Get outplayed, stupid. Oh.
Ik zie alleen maar Lars van de hele map in dansen. Ik zeg nooit, ik zie ook Wolf zie ik alleen maar het einde van de game. Want nou, die guy is gewoon nu, invincible. Nou, ik heb nu al een kill hoor. Ja, ik wil even divebommen. Ik zo zien staan. Hé, hey, wie is dat? Is dat Wolf? Oh. Oh. Oh, Wolf! Zo! Ik had 5 AP! Jij headshot hem echt 300 ofzo. Wel played, Wolf. Goed gespamd. Ja. Nou. Nee, ik stond ook te dichtbij. Dat was een beetje dom, want dan kan je echt 200 geheadshot worden. Oh. Oh, wow! Ja, je moet wel op blijven letten, hè. Ik ben team Wolf wel. Goat. Oh. Zo, wat een move zijn dit allemaal van Wolf. Je ziet wel dat hij Fortnite er is. Hé? Ah. Maar hoe de fuck schoot jij door mijn bosje heen? Als ik je voeten raak, dan ga ik je boost niet weg. Maar dan... Nou, wat een scam. Ah. En anders had ik je daarna alsnog geraakt. Je besef, boost had ik alsnog weggeschoten. Dus... Ik heb nu al... In één win heb ik ongeveer evenveel kills als dat ik gisteren had in 5 wins. Dat... Holy fuck, jij inderdaad. Dat was echt bizar. Ik ga zo stuk inderdaad. Maar had je ook niet één keer gewonnen omdat ik dood viel ofzo? Nou, ik had één keer last naar beneden geschoten en één keer viel jij dood. Dus ik had twee keer gewonnen op falling damage. Ja, dat is wel mooi. Maar eerlijk, ik was toen ook echt nog wel heel erg aan het struggelen met mijn, met mijn nieuwe settings. Je was eigenlijk gewoon net zo goed als David. Ik was toen... Ho. Heel goed hoor. The one and only. Ik moet wel zeggen, als Lars niet in het potje zit, dan voel ik me altijd een stuk rustiger. Als Lars in het potje zit, dan weet ik gewoon ja. Je kan dan moet ik iets gaan doen ook. Sterven. I guess I'll die. Waar is mijn lieve vriend heen gegaan? David! Oh, auw! Kom met papa. Auw, dat was pijnlijk. En hij had nog wel een boog. Ik dacht dat jij erboven was, maar jij was beneden. Oké. Of iets meer beneden. Nee, wat GG Lars, GG. Allemaal. GG. Thijs met zijn boomerang aan het spelen. Thijs, ga met je pik spelen ofzo. Man. Okay. Sorry, was dat? Don't mind if I do. I can him do. Ik wist wel waar je was, maar ik vind dat ding werkt. Maar David is op de wc, dat... Oh mijn god. Waar kwam dat vandaan? Ik had 2 gehunting rifles. Wat? Hij no-scoped me gewoon even rustig. Ja. Terwijl, ik zag even een bosje voorbij vliegen, tot ik had dood. Ik had die boomerang, weet je. Dus... Ja, die boomerang. We hadden nu wel heel satisfying trouwens 4, 3, 2, 1, 0 kills. Dat wou ik even zeggen. Oh, gaaf. Ja, wou ik even melden. Allemaal azen op die XP. Als ik nou nu een beetje normale wapens krijg... Echt als overheidsschaapjes. Altijd schaapjes van de overheid. Ja, vooral jij, Erton. Hoe ben ik nou weer een schaap van de overheid? Nee, ik was gewoon even wat aan het bouwen. Ja, sorry man, maar ik wilde hier naar binnen en toen was jij daar opeens. Als je daar niet was geweest, dan was ik ook niet voor je gekomen, maar... Lars, laat me jou gewoon even beschieten. Ik had dat een heel beschevend iets los beschieten. Oh wow! Dat vond ik niet zo leuk Lars dat je dat deed. Oh! Oh kut, klote! Dat was echt gewoon een domino reactie. Skeer op mij, Wolf keer skeer en zijn ik heel Wolf. Ja. Maar waar was David dan? Ja, die had ik dus al. Die had hij niet. David ik was fucking kampvuur aan het bouwen. En ik had niet eens het idee dat de laatste er alweer was. Het is ook het meest David ding om gewoon midden in een potje opeens een kampvuur te gaan bouwen. Mag het even. Ja, hij is te goed voor ons, dan kan je niet beter iets anders gaan doen. Ook, die mag het even, maakt het ook weer helemaal af. Ja, dat dacht ik. Oh, auw! Waar ga jij heen, Wolf? Nom. David, kan jij met kappen? David, stop!
Geweld is nooit de oplossing. Ga weg! Oh. Ik hoor iemand, Auw. Oh, ik werd weer gesnijpt door Harco. Heel lekker. Oké, goed dat je het zegt, want dan weet ik dat ik niet stil moet staan. Nee, daarom zeg ik het ook. Ik ben altijd tegen Lars. Ah, David! Ik zie jou om het hoekie. Ik moet zeggen, Lars, het is best wel een goede strat om gewoon verborgen te zijn en nogal mensen rustig te snijpen. Ik zeg, het is niet eens een hele goede, slechte strategie. Ik weet niet eens waar die is, inderdaad. Ik geef je een tip. Thijs ben ik nu het meest bang voor op het moment. Ja, volgens mij. Oh, daar is hij. Oké. Okay. Ja, ik heb hem wel gevonden. Ik ging je niet zeggen, maar je bent wel beschoten voor die kant. Oh. Ja, als je nu niet Lars weet te killen, dan ben je echt een mongol. Ja, dat dacht ik al. Oh, nee, ik had je wel genoscoped, maar het was geen headshot. Ga David winnen. Vriend, ik had... Oh nee. David, ga die bommel. Lars. Ik had en Lars en Thijs genoscoped. Maar het was gewoon niet genoeg. Had je dat al fall damage? Ja, dan neem je fall damage van, kut. David, je letterlijk David, doe niks meer. Nee. Kut hamster, man. En dan een deep death. Dat is de eerste kill. Woehoe. Wat hou ik van deze vet. Het is ongelooflijk. Wat een verademing. Hij zit ook boven Thijs nu. Dat is echt ik heb wel zeg maar 5 keer zoveel kills, maar... Ja, dat maakt niet uit. Wolf zei tegen mij laatst, het gaat om de wins. Ja, de wins die tellen. Nou, ik vind op zich kills ook wel lachen, maar... Jawel, maar de wins, die tellen uiteindelijk. Hey Lars, zullen we gewoon dat je niet op mijn mooie kopie snijpt? Thank you. Dat is letterlijk het enige wat ik kan doen. Ja, dat vond ik ook een goede deal. Wat weet je, hoeveel damage heb ik hem uitgedaan? Op zich wel best wat. Nee, doe het niet. Nul. Oh, ik ben echt aan het kloten. Goh! Senna is aan het kloten. Ik elk potje. Oh! Ja. Ik ben even aan het looten, staat er deze Port of Fortress in het midden. Ja, ik moet kunnen toch? Ik heb eigenlijk geen idee wie er nog leven, waar ze zijn. Oh, ik zit in de wc. Oh! Ga even goed, ik het zeg. Altijd mij de wc, dat neem ik aan, of niet? Gewoon de wc. Oké, David. Was de zieke maat. Ik weet dus niet waar jullie zijn. Ik ben bang dat ik allemaal weer genoscoped word door Lars. Oh. Nee, doe het niet. Oh. Wie heeft daar gebouwd? Een poort of woord, volgens mij. Oké. Okay. Hoeveel mensen zijn er nog? Ik ben in de wc. Nee, dat is niet eerlijk. Naar high ground. Fucking Lars. Nee! Dat is duwde mij aan de kant. Je duwde hem aan de kant door die viel. Ik kreeg die kill. Ja, want je duwde hem aan de kant. Maar Senna sprong... Nee, Senna. Senna sprong onder mij. Waardoor ik hier van Senna af. Nee! Tijd. Wolf, liep even regennen. Ik kwam met 1 HP uit die storm, dus ik moest even snel een regentje doen. Ja, maar je had helemaal niet door dat ik naast je stond. Lars, had ik jou nou gekild? Ja. Nee, maar ik kreeg de kill, Lars. Ja, maar
dat komt omdat Senna deed me geen damage, maar hij duwde mij aan de kant door gewoon mij te duwen. En toen was ik de launch pad. Fucking gebaseerd trouwens. Ja, oprecht. Ja, maar ik was even mooi, maar ik was aan het maken daarboven. Komen jullie eens aan? Ik kan het weer verpest, zeker. Lars, jij had het weer verpest, ja. Jij stoot voor mij dat gegeven met mijn hele ding naar beneden. Ja, ik mocht de rocketrem van jullie gebruiken, dan ga ik dat doen ook. Ik ben eigenlijk alleen van mij, ik weet niet hoe de rest van het kabinet erover denkt. Hoe loskoop jij mij, terwijl ik echt gewoon naast je sta? Geen idee, zegt hij. Hij komt best niet gewoon binnen met zijn glider en hij noscoopt me. Ik vind dat Lars gewoon sensitivity op een random getal moet zetten. Oh, zo. Maar je staat ook heel lang stil, Wolf. Ja, ik wist niet dat hij... zo goed in sniper was. Ik kon hem niet zo goed zien, want eerst... ik had het idee dat hij me eerst niet gezien had, maar... er staat iemand volgens mij? Oké. Okay. Thijs, ga naar beneden. Oh, mijn god. Oh, god. Thijs, daar. Pak hem. Hoe wist ik dat? Nog eentje, Thijs, nog eentje. Ah, en je ziet dwars door het scherm die hamsterbal. Thijs, nee, wat doe je? Ik zie hem niet. Ik ga het verkeerde kant David, op. David, als je letterlijk zou schieten, ze zijn allebei zo low. Nee, oh, Thijs Lars weer niet low. Wow. Thijs ook niet meer. Is hij dan dood? Oh nee, hij zijn drie chainen naar boven. Domineer hem dan als je kan. Dit is weer zo'n legendarisch sportje. Iedereen laat hem ook altijd maar met rust. Iedereen vindt het allemaal mooi geweest. Ja, let's go. Lekker skeer. Oké. David, als je oprecht gewoon iets doet, geloof ik best dat je hem kan hebben. Ja. Ja. Hey, ja, schiet naar beneden. Maar welke wanker tegen wie moet ik eigenlijk? Tegen Thijs, tegen de pils. Oké, okay, ga naar beneden. Nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, hij staat, ja. Oh, nee! Oh, close. Hé, Thijs. Wolf, dat was de wisseltruc, zeg je dat? De wisseltruc ja, inderdaad. Het was de great switchback. Waarom pakte je high ground, David? Je viel echt dood gewoon naar beneden. Waarom heeft Wolf meer dan twee keer zoveel kills als Senna? Ja, dat gaat gewoon... Wolf is gewoon een beetje aan het goaten. Ik ging gisteren veel beter. Ik ben mooi geweest. Ik zeg, ik ga ook elke keer dood door Lars, dus dat is gewoon weer een beetje beest. Hoe miste die Deagle? Oh, Lars is dood. Oh, let's go, kanker! Hey. Ja, sorry. Wat heeft die ziekte jou ooit aangedaan? Nou ja, niet zo heel veel, maar... wat is dit dan? Ik ga weer even welpje de welp spectaten. Wat is dat aan het doen? When in doubt... nee, welp, je wordt ook geschoten. Oh, hij heeft... nee! Nee, ga aan de kant! Heel of zo, heel! Dat is zo stuk! Heel! Nee! Waarom deed je dat? Maar vuur is toch vuur? Waarom vuurt hij niet? Vuur is toch vuur? Een van de meest gebaseerde opmerkingen die ik ooit gehoord heb. Fuck! En dan die Rickroll aan het eind, hè? Nee, ik hoor het gelukkig niet, dus... Dat is mijn handtekening. Oh, dat is jouw handtekening. Handtekening! What the fuck? Dit is mijn moment, jongens. Dit is het. Kijk, toen het Lars dood ging, was ik gewoon heel blij. En kon ik gewoon eindelijk een potje spelen, man. Zonder bang te zijn dat ik op elk moment genoscoopt word. Wie deed dat? Zat hij iemand? Oh, holy fuck, het is ineens een Thijs.
Nou! Oh, zo, ik heb je zo hard geheadshot. Holy fuck. Thanks voor de... No, auw, hallo. Daar was je zo dichtbij. Zo bijna dood. Ja, true. Oh. Oh. Ga weg, Wolf. Ga weg, Wolf. Oh? Oh. Waarom zit hij zo'n poorten voor? Of is het gewoon één grote? Hier iemand. Oh. Well. Even een beetje hoog te bouwen. Oh. Zo, moet even. Is Gael komt even tot leven? Wanneer dat opeens de tilted zomers in de Gaza-strook. Ja, hoor. David is een held. Wanneer er geen mensenrechtenstelling bent omdat je een westers land bent. Oké, okay. Kleine beest. David! Wat is David allemaal voor epische gaming moves aan het doen? Oh, kanker. Waarom deed je dat? Sorry, ik? Ja, waarom? Ik dacht ik kan jou wel hebben, alleen ik miste mijn eerste schot een beetje sub. Oh! Nee! Ja! Nee. Wat lekker, David! Nee. Welp? Oh mijn god. Gast, waar was je überhaupt? Ik was in de stormflip. Dat was een kutbordje. Ik had er ook kunnen blijven met mijn campfire. Ga je gewoon alleen maar heals pakken en dan gewoon in de storm gewoon... Is er een betere love story dan David en kampvuur? Nou, David en Noor komt in de buurt, hoor. Oeh, wow. Nou, daar zit je wel aardig bij. Nou. Nee, Thijs, man, wat is het voor 300 headshots? Holy fuck. Wat is het voor coded wapen? Nee, Thijs, man! Wat? Nee, ik deed Senna een beetje na. Oh. Thijs, serieus, je bleef ook gewoon je bosje aantrekken. Ja. Jezus man, maar dit is toch niet meer grappig? Ik zag gewoon even Thijs te snipen. Je staat letterlijk stil. Ja, omdat ik niks kan. Ik sta te snipen, ja. Ik moet echt mikken en zo. Hoe was dat geen headshot? Omdat je zijn kont schoot. Hoe kan dit zwaard dit? Dat wist ik niet eens. Heb jij het zwaard? Ja, ik heb het zwaard. Nee! Mag ik het zwaard? Nee, dat ding is veel te goed, man. Wolf leeft ook nog een, jongens. Ja, in een fucking bal. Oh, geweldig. Wat een set. Schaakmat, atheïste. Atheïste. Alsof jij gelovig bent. Dat ging een klein beetje fout. Dat negeren we maar voor nu even. Wolf, blijf de high ground hebben, je moet even van boven. Anders gaat Larsje noscopen. Ja, ik weet niet eens waar die vent is. Ja, je hebt een opmerking Thijs, die moet je gewoon even 200 damage op zijn hoofd. Oh, ja, kut. Waarom heb ik nou een pickaxe in mijn handen? Ik vind die shotgun moet er echt uit, echt een rot shotgun. Okay. Ik was gewoon even aan het bouwen. Oh. Kijk, nu ga je weer fucking noscopen worden door hard houden. Oké, Wolf, je moet dit echt winnen. Waar is hij? Ja, boven je. Waar boven mij? Auw! Ik ben niet geraakt, man. Nee, weet ik. Oh. What the fuck is dat? Oh. Wat is die? Parker. Nee, ik miste mijn zoonscope. Wat is het schild trouwens? Holy fuck, dat is ja, dat is avond. Zo irritant! Maar Marco, waarom had jij nou het zwaard? Als ik het zwaard had, hoe heb ik de meeste kills en de minste wins? En hoe sta je onder David met 9 meer wins? Omdat Thijs een potje niet met 100 HP heeft overleefd. En hoe heeft Thijs de meeste kills? Omdat ik fucking goed ben. En heb ik het zwaard nog niet eens in mijn klauwen gehad, hè? Nee, dat is echt bizar. Wow, ik heb nu echt een loadout, daar word je echt bang waarom van, Thijs. Waarom zitten er zoveel mensen in mijn gebouw? Dat vind ik niet prettig. Oh, goed, welk gebouw is het? Maar zeg even. Wolf, daar kreeg ik letterlijk een hitmarker. De kogels die gingen van jouw lichaam af, maar dat deed geen damage. Tja.
Dat is echt heel gaaf. Ik hoor hier voetstappen, dus, maar ik zou niet weten waar vandaan. Boys, waar heb je het over? Nou, over een episch moment wat zojuist heeft plaatsgevonden. Ja, maar je moet even jullie locatie delen. Ik kijk op het hoekje. Ik zie een lama stilstaan op de trap. Jot kunt hem één keer, reageert niet. Dat is misschien wel het meest gave moment in Fortnite geschiedenis. Als je, kijk, weet je, als je gewoon doet alsof je niet beschoten wordt, word je dan ook echt beschoten, of niet? Ja, volgens mij wel. Hallo. Oké, dat was 12. Ja, dat was niet heel veel. Hé, hey, het is 12 meer dan 0, hè? Ja, voor ook. 12 is best veel. 12 inches is best veel, ja. Ja, dat bedoelde ik. I know. Waar is iedereen? Die vieze vuile rat ook, hè? Maar hij is een rioolrat en we gaan hem ontmaskeren. Oh, nee! Oh, god. Hij dit ontstikt de landing. Ja, je bent een rioolrat en je bent ontmaskerd. Ja, oprecht. Waar is die fucking Lars? Oh, ja, daar is hij. Ja, Lars, huh? Dat is daar. Pas een rioolrat en die moeten we echt gaan ontmaskeren. Oh. Ja, heel goed, Lars. Heel goed. Oh, oh! Huh? Waar is die vent? Oh, die hond! Huh? Nee, waar om je heen, sukkel? Ja, oh. 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 Nee, Lars! Oh! Ga weg. Oh, ga mee. Nee. Nee! Oprecht, is... Harko, daar had je hem misschien wel kunnen pickaxen. Echt? Was hij zo low? Nee, nou. Oh. En je had hem 3 keer gepickaxen, had je, volgens mij. Helemaal stuk ook. Ik denk dat het efficiënter was dan je sniper reloaden, denk ik. Nee, ik zag het niet. Hij zat met zeg maar zo'n flip, de storm, zat hij gewoon heel ver weg. En vanaf daar zat hij in te snipen. Ik had 2 stormflips zelfs. Waarom heeft Wolf de meeste wins? Ja, en de meeste kills trouwens, hè? Even geen disrespect. Tim. Wat is een disrespect? Dat woord ken ik niet. Oké. Ik wil dat we gewoon algemeen beschaafd Nederlands spreken, Wolf. Algemeen beschaafd Nederlands? Dat is ver te zoeken bij sommige mensen. Ja, weet ik. Dat zegt Wolle. Oh, nee. Dat was niet de bedoeling. Wat gebeurt er? Ik wou... Oh, ga eens weg, man. Rot op met je goedkope trucjes. Oh. Jongens, kunnen we ophouden met mij echt laseren? Alsof het... Iedereen zit altijd in dat tilt het hoofdgebouw ook, hè? Zijn dat je schapen? Oh. Oh. Oh, maar ik was te veel aan het struggelen met het switchen van de wapens. Auw. Oh. Schapen, zegt hij. En wie is er nou in de tilt het hoofdgebouw? Ja, pak hem beneden, die sales. Oh, wat is dat shotgun die je hebt? Dat is echt bizar. Ja. Lars met een flintlockpistool. Mijn god. Wolf van een leeg thuis. Harko, rot op jongen. Ik kan je niet eens zien. Oh. Nee! Nee! Oh mijn god. Ik had letterlijk 9 HP, geloof ik. Je had hem kunnen pickaxen. Ja. Hoeveel healing had je, man? Oh. Ik ga zo stik, dat was echt mooi. Ik heb echt 3 keer geflintknocked volgens mij. Ja, maar ik had in de storm even wat vissen gegeven. Ik dacht 3 keer, dacht ik. Oh. Ja, ik wilde die eigenlijk dual pistolen, maar toen dacht ik, nou laat ik het toch maar niet doen. Dat risico was iets te groot met hoe goed Lars aan het snuiven was met zijn... Ja, precies. Dus toen dacht ik, nou laat maar zitten. Ik shotgun hem wel gewoon. Oké, ik heb letterlijk van elk mogelijke wapen de slechtste loadout. Ja, dat heb ik ook al eens. Ik heb geen wapens, een beetje.
Ja, oké, ik moet niet zoveel zeuren, maar... Je hebt wel wapens, je mag ze gewoon niet gebruiken, dat is heel anders. Ja, maar ik heb ze... Ja... We hebben gewoon je rechten afgenomen. Omdat het anders niet meer leuk wordt, dan hebben we zo'n royalistic in onze lobby. Is het royalistic goed? Ik heb hem nooit gedaan. Nee, dat wordt echt tegen. Hij speelt nu maar no builds, omdat hij niet meer kan bouwen. Oh god. Zullen we dat even niet doen? Je ziet trouwens wel een... Auw! Ik vind het mooi hoe we vooral veel loungepads gebruiken met z'n allen. Auw! Dat is wel ongeveer ons ding. Wacht even, niemand doe wat! Ik wil... Nou, huh? Ik schoot door je heen, oké. Ik ook door jou. Oh, David. Hij zat gewoon met het schildje te wachten. Oh ja, gaan we echt een 4-man gevecht. Kut, Lars. Kan je nou niet gewoon even je moeder gaan pesten? Ah, laten we mensen gewoon even healen dan. Ik had al door dat... Healen, moet ik een keer even extra raken. Ja, dus laat me even healen. Ik kon echt de lucht lezen, maar toen zag ik David lopen, dacht ik, nou ga ik David ook pesten. Nou, maar nou. Ik kom zo binnen, ik zie hem gewoon met zijn schild open, zie ik hem gewoon op me wachten. Ik was gewoon ready, bro. Nee! Jij was echt prepared gewoon. Nee, Thijs, lul. Haha, ik heb je al gestormflipt. Haha. Volgens mij heeft iemand zijn hamsterbal gevonden. Nee, Thijs, lul. Thijs, je hebt echt heel veel mazzel gehad. Ik heb toevallig een sniper bij dat lichaam, kan niemand dat zien? Oh, Thijs, je lul. Oh, oké. Ja, waar ga je nu zijn, Thijs? Ik zou je zeggen, we maken inderdaad volgens mij optimaal gebruik van die launchpads telkens. Niet normaal, vooral jij. Ik zie alleen maar toink, toink, toink. Ja, ik moet altijd even kijken waar iedereen is. Ah, daar is een banaan. Bananius Caesar. Ik moet trouwens echt mijn sensitivity wat hoger gaan zetten trouwens. Lekker Thijs! Oh. Wat een heerlijk shotje was dat! Oh! 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 Oh, huh? Lekker Thijs! Die shot kunnen staan is echt te goed trouwens. Nee, echt die één hand heb is echt kolen. Deze pump kan letterlijk 200 doen. Ja, maar yeah. Hij schiet echt om de 5 minuten. Ja, daar kan je bouwen. Pick. Echt waar. Ja, maar ik kan dus niet bouwen, droplul. Ja, dus als je Thijs tegenkomt, ben je gewoon of misschien dood. Of niet? David heeft ook... Auw! Waarom heeft David een Matrix klanker ook? Omdat David uit de Matrix is gestapt. Ik vind die de cirkel echt veel te snel gaan trouwens. David, niet stilstaan! Niet... Oké. X. Oké, David, je pump! Je pump. Kom, hij komt je pakken. Ja. Ja. Lekker. Oh, nee. Nou. Je hebt echt nog 1 HP over, of niet? Welp, je de welp. Ik had gewoon 200 HP over. Nee, dat kon niet. 200 plus. 300 zelfs. Je had echt nog 1 HP. Hoe gewoon is er niet op te letten? Hij had letterlijk 1 HP. Ja, dat dacht ik dus al. Oh, welp, je de welp. Mijn vader bij Fortnite werkt. Epic van. Waarom verbaast me dat niks? Nee. Hey, ik heb wat leuks. Oh. Een nieuwe pistol sniper.
Wie was dat? Volgens mij was dat een welp. Was dat een wilde welpje de welp? Wellicht. Hé? Waarom kan ik alleen maar dual pistols vinden? Nee. Waarom schiet hij dan niet? Er stonden mensen nu te demonstreren tegen de uitslag van de ja. Ja, dat snap ik niet, want het is gewoon democratie. Dat kan ik toch moeilijk tegen democratie? Als GroenLinks PvdA de grootste is. Dat zie ik trouwens PV's en ook nog wel doen trouwens. Hoe kon je me raken? Ik bouwde een muur. Ja, ik zat er boven je. Oh, je zat boven me? Ja, ik lees hier van boven. Maar Senna, hij bouwde een muur. Oh, dan ben ik van twee kanten geschoten, dat is altijd lekker. Oh. Oh. Nou, klote! Dat scheelde wel, hè? I know. 12 HP. Klote Senna. Ja, dat klopt. Ja, hey, Thomas! Holy shit! Nou. Goedenavond. Wie is er gewoon de avond, jongen? Haki! Meneer ja. Zoe skin. Altijd. Net als de oude tijden dit. Ik heb dit vanmiddag ook yo. Oh, ja? Shit. Ja. Roos. Oh, serieus. Ja. Lachen. Ons het een beetje, of niet? Ja. Dat hebben we gewonnen volgens mij één keer. Zo. Doe maar hoor. Wat een help ben je ook. Ja, met die Zoe skinnen ben je onoverwinnelijk. Nou, we gaan zit hij al in het potje? Zit hij ook in het potje al? Oké, okay, nice. Nog niet, lekker Thomas. Ik moet nog laden, maar ik kom er wel aan als het goed is. Oh. Volgens mij zitten we allemaal aan spanning af te wachten. Even kijken hoor. Oh. Kun je daarmee stoppen? Oh. Oké, er is bijna kwaliteit. Ah, Jezus David! Ik schrik me dood, man. Dat hoor ik vaak in de paar jaar. Hé, hey, Israël, kun je even knocken? Thanks. Ah! Lul. Je bent een prijs, doe het niet! Oh. Oh. Au! Boven, je kan er niet daar zo bij staan en dan verwacht je niet geschoten. Fucking David, ik sta met mijn ding in jouw hoofd en ik schiet en ik raak maar één keer. Hoe kan dat? Mijn vader werkt ook bij Epic. Godverdomme. Oh, dit is heel eng. Thijs, kunnen we niet gewoon samen tegen Lars gaan? Ja, en dan schiet... Gast! Oh, nu ga ik jou gewoon de hele tijd focussen, hè, Ertel. Dat ben je hier toch al. Oh. Wat is Wolf aan het doen? Oh. Waar is die vent? Oh! Maar ik zag hem niet! Ik zag hem gewoon niet! Volgens mij kan Wolf niet door de storm heen zien. Nee! Maar ik zag wel dat je ooit zo'n 189 damage deed, volgens mij. Maar ik deed heel veel damage. Op je muil. I back, jongen. Kut, Senna. Ik begin een beetje warm te draaien, dan gaat dat goed. Oh ja, begint een beetje warm te draaien. Dan komen de wees. Eindelijk staat hij boven mij na een uur spelen. En dan is hij warm, hoor. Ja, ja. Als Lars maar gewoon mij niet doodmaakt. Oké, we zitten volgens mij met z'n vieren in hetzelfde gebouw. Ja, yep, volgens mij ook. Dus, ik weet nog niet of de draak erbij is, dus ik... Dat houdt hij denk ik als verrassing voor. Ja. Thomas zit in het potje. Ik ben nog nergens. Ja, dat zou ik ook zeggen, ik heb draak. Spot. Oh, TVG shotgun. Lars, papa. Kom eens even bij papa. Achter het hoekje. Ik wist dat er iemand was, maar... Ik wist alleen niet waar. Lars, kom hier. Kom op Thijs, jij ging zelf focussen, toch? Ja, dat wordt een beetje moeilijk, aangezien ik dood ben, maar... Oh, Lars, kom hier. Ik wil weer Lars te focussen, maar het lukt niet. Hij gaat dan elke keer weg. Oh.
Nee, wacht even, doei. Zie ik daar alweer een hamsterbal van David? Zie ik dat goed? Au! Oh, bouwen. Ik raak die niet eens. Nee, inderdaad. Dat was even de disrespect naar jou. Ja, weg met al die storm. Nee, niet de dubbele storm, help. Nee, help je erop. Oh, dat is een stormflip. Ik dacht dat het weer zo'n shield was. Godverdomme. Zit David hier nou achter, serieus? Nee, kut, hij gaat me doodmaken. Nee, kut. Ja. En dan komt hij even third party. Ja, oh nee! Lars, dat jij weggekomen bent van mij, jongen. Oh! Ik snap ook niet hoe. Nee! Waarom was dat geen headshot? Omdat je misschoot. Dankjewel, Thomas. Zo, Thomas. Thomas dropt die feiten. Dan komt hier spit even facts. Hij praat alleen als het echt nodig is. Domme antwoord. En zo'n Louis van Gaal is die Thomas ook, zo'n woordkunstenaar. Ongelooflijk. Sletjes gaan we naar dat XP farmen. Ja, echt als schapen. Ja, oprecht. Volgens mij gooide ik een Port of Fortress op iemands bakkes. Ja, op mij. Maar overal waar je kon, Sam. Was jij daar? Nee, het was Senna. Die liep vlak langs me. Nee, je lult. Kom hier. Zag je dat? Senna, ik liep gewoon langs je. Oh, nee, Auw, dat deed eigenlijk best wel veel pijn. Dat is cool. Ik had je namelijk flink gekild als ik je gezien had. Oh, nee. Oh, let even. Ik liep gewoon door jouw veld heen. Hoe heb je me daar niet kunnen zien? Zit Welpje er wel? Zit Welpje er wel? Nou. Zit hij gewoon zo naar beide schoen? Ah! Dat is Lars. Ja, waarom word ik nu... Ik word door Diederik en Thijs gemaild over de beide schoen. Waar? Diederik? Ja, Diederik stuurt je ook mails. Nou, gosh! Wat? Hoe schoot hij niet? Oké. Kutraak. Stop eens. Wow. Huh? Ik wist ook dat je daar onder die trap zat. Ja, ik werd gehit, jongen. Oh, welpje de welp. Oh nee, je staat nog niet stil. Oh. Ja. Nee. Nee. Welp, Mick. Mick. Mick dan. Nee, mijn slaap is mijn... Ja. Hoe heb ik de meeste kills van de lobby? Hier sta ik bijna onderaan. Die gameplay in Spider-Man top ging, maar ik kon wel gewoon uit het ding, alles werkte. Huh? Alles werkte. Alles werkt gewoon. Ik denk dat mijn controller wel bijna ligt. Dus ik denk dat dat zal wel zijn. Oh, ik hoor zoveel mensen om me heen. We spelen nu met te veel mensen. Ik kan geen sniper pakken voordat ik dood ben zo'n beetje. Oh, wat een goed. Ja. Dit is echt een goede ontwikkeling. Dit is echt ongeveer hetzelfde. Jongens, we zoeken nog 10 andere spelers erbij. Oh. Ja, nog wat meer mensen in de stream. Daar is jij hoer. Senna, wat een taalgebruik. Ik ben ook alleen maar boos op tijd, zijn mijn kill. Dus met andere mensen killen hoor je niet. Maar er is ook gewoon... Huh? Oh, mijn scherm wou even niet draaien, oké. Ja, er is iets met Thijs. Er is gewoon iets toxisch aan Thijs. Nou, dus dat ik de bananenskin heb, gewoon hekel aan. Die fucking bananen Caesar. Dat is zo'n topskin, ik ben zo blij met die skin. Echt, degene die skin van me gekocht heeft, is echt een held. Heet iemand die gekocht voor je? Doei. Ja. Oh. Het was Harko, ik had nog een hekel aan hem, maar... Maar dat is alleen omdat hij goed is in Fortnite. Ik heb nooit beseft dat we gewoon oneindig kogels hebben in dit spel. Nou ja, oneindig. Wat vindt zich daar allemaal plaats, joh? Oh nee. Oh. Dus je kan, Stijs, go. Pak hem. Nou. Oh, laat maar. Huh? Lekker wel. Oké. Aangepakt. Oh, meneer. Gaaf.
Ha! Ja! Nee! Help! Nee! Oh, Welp, je had zo de perfecte kans om Thijs te handhaven weer, maar... Hij heeft me alleen geen enkele keer geraakt. Ik heb David nog nooit zo goed zien spelen. David, wat is er gebeurd toen je even in de kabel gevallen bent? Ja, ze noemen het Paracetamol. Volgens mij is David geëvolueerd. Pillen. Tot een echte welp. Ja, eigenlijk is hij gewoon een leeuw. Toen hij op de bank zat, ziek, dat hij gewoon allemaal royalistische filmpjes heeft gekeken. Maar dit ding schiet zo traag, hè? Dat is toch ongelooflijk. Oh, ik heb mijn sensitivity aangepast. Die moet ik even winnen. Ja, zeg dat wel. Ja, dat is irritant. Maar het is ook alweer goed, dan kan ik beter draaien. Ik weet niet wat voor wezen ik net zag. Maar het zag er niet best uit. Oh, hallo. Nee. Niet best hier, dat is echt niet best. Ik heb slecht nieuws, ik heb sloeg goed nieuws. U gaat dood. Lars leeft nog. Oké, dat is het goede nieuws. Ja. Wat is er met die Trump Tower gebeurd? Ja, heb ik een jumpshift opgezocht. Dan gaat hij dan aan lopen vechten daar, oh, oh ha. Lekker autootje, Wolf. Oh! Nee! Shit! Ja! Oh! Nou, kut! Die kutzilk! Was ook bijna dood. Maar hoe die Zilk altijd oneindige healing heeft, dat echt... Nee, oh. Nu is er niet zo laat. Oké, Lars... Ja! Oh, Lars heeft geen wapen en vindt alsnog. Nee, oh. Oh. Ik was even vergeten dat ik ook nog een AR had. Hoe ben je zo goed dat je gewoon... Waarom gaan we allemaal zo gelijk op, jongens? Wat is dit? Mag Lars ook niet bouwen? Nee. Thijs heeft 26 kills. Lars mag toch alleen aanwezig zijn. Ik kan redelijk makkelijk winnen zonder wapens met bouwen, dus... Zeg maar, hij mag alleen snipers gebruiken. En niet bouwen, dat is op zich wel echt een hele grote... En alsnog hebben we er verdacht veel moeite mee. Ja, klopt. Maar er is ook maar één hak zo. Maar elk gebouw is nu telkens bezet. Ik kan nergens zo'n sniper zoeken. Overal is wel iemand. Ja, top toch? Ik ga gaan huilen, Lars. Ja. Oh. Ik weet niet of die zo leuk was, wat we met zijn shot kunnen hoort, maar Dat was ik. Tuurlijk weet ik. Thijs, waarom ben je zo goed? Omdat ik fucking goed ben in dit spel. Kunnen we Thijs ook niet gewoon alleen maar laten snijpen? Nee, doe maar niet. Ah, dat is Thomas. Dat is de draak. U wordt gedraakt. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een beetje druk worden, zo. Je moet wel heel erg uitkijken wat je doet. Huh? Dat is ook weer het gave. Lars, ga eens weg. Ah. Ergens schiet hier iemand met een minigun, maar... Ja. Maar waar dat nou precies... Oh, welp je erop, didn't stick the landing, oké. Okay. Ja. Dat... Ah. Nee! Nee. Ho, pas op mij. Oh, nee. Ja, nu ben je de Sjaak. Dit ga je toch niet menen. Alles is ook leeg. Pickaxe. Oh! Wat? Wolf, je kan hem pickaxen. Ah. Oh. Maar zag je dat maar die kutlars leeft ook weer. Oh. Lars, je kan dit. Oh shit.
Oh mijn god. Ben je zo goed in het spel? Grappig. Ik weet niet wat jij daarmee van plan was, maar... Ja, ik moest die HP pakken, maar ik had geen sniper. Ik kon nog wel heel weinig. Ik was aan het ballonnen weer. Maar ik zie jou zo... echt niet hoe ik jou niet dood had. Maar ik one-hitte jou op een gegeven moment. Ja, maar ik was echt aan het sprayen, gewoon. Ik was echt bijna dood. Lul. Ja, ik had niet heel veel HP. Nee, dat klopt. Moet ik zeggen, het ook wel eens andere zomers geweest, dus Hallo. Wacht even. Oh, auw! Wat? Ik word echt altijd gehandhaafd door Thomas. Dat is echt niet normaal. Ik wou op de launchpad springen en toen werd ik al gewelpt. De launchpad? Launchpad. Niet de launchpad. Ja, dan gaat hij. Launchpad, dat lijkt me echt fucking dood. Gaat die gast op mijn emote. Auwe, Thomas, dat deed pijn. Oh, dat is een David. Ja, dat is... En hij is echt op een missie vandaag. Oh, yo! Doe eens niet, David! David, wat doe je? Grijp hem, David, wat doe je? Nee, David! Ja. Nee! Hey, hoe is een headshot 49? Dat kan prima. Vind je niet zoveel. Ik hoor... Ik hoor weer Misschien moet ik mijn game Mars harder zetten. Wat? Je scope werkt niet als je ballonnen gebruikt. Oh, ik zit mezelf helemaal kapot te bouwen. En alsnog doet hij een 76 headshot. Of hoeveel dat was. Ja, maar... ja, dit is hoe dan? Wat is dit voor... Zit hij boven in de lucht? Ga ik eens door. Hoe heb je dat niet door? Lars zegt letterlijk... Als ik op een ballon zit, dan werkt mijn scope niet. Oh ja. Waar zou die toch uithangen? Zou die dan op... Ja. En het komt dan maar niet van opzij of van beneden. Nou, heel veel blijft er dan niet over, zou je zeggen, maar... Nou ja. Wat is dit? Lars? Ja? Was jij nou aan het vals spelen? Dit is een revolver, die mag ik gebruiken. Oké. Ja, maar... Maar de revolver is best goed. Ja, ik vind dat eigenlijk niet oké. Een grijze pistool mag ik gebruiken, hè? Dat vind ik wel weer mooi geweest. Je werd ook vies hard gehit van de zijkant, trouwens. Je mag alleen een grijze pistool gebruiken. Als je die zou hebben, nou, dat zou ik fijner vinden dan een revolver. Maar met alleen een pistool is moeilijker winnen dan met een sniper. Nee. Oeh, you fell for my trap, little boy. Ja, kijk. Auw, huh? Oh, the trap. Boy, ja, ik zag dat bosje helemaal niet. Oh, nee. Het bosje was te goed gecamoufleerd. Oh. Holy fuck. Oh, niet dat ik. Ja, huh? Thanks for... Hoe deed je dat? Ik weet niet wat die Bush aan het doen was, maar ik vind het allemaal te eng worden. Ik zie opeens een of andere Bush op mijn bakkes. Nou, dat vind ik het mooi. Oh, een banaan is. Oh, wat? Oké. Fucking Lars. Lars mag echt geen revolvers meer gebruiken. Oh, lul. Hij is ook veel te goed met zo'n revolver. Hoe kan dat? Oh? Wacht, Welp heeft bijna net zoveel kills als Lars. Woehoe! Dat is echt zo dan. Daar heb ik eigenlijk best wel heel veel respect voor. En voor Lars dat hij met zo'n groot talent bijbeent. Welp heeft ook bijna net zoveel winst als Lars. Ja, ongelooflijk. Je kan zijn talent niet onderschatten. Gaat hij even looten tijdens het potje? Wat een held. Oh. Wat? Hij heeft een... Ja! Mijn hersen gingen daar even uit. Wat? Thijs had een jetpack, dus ik had een jetpack, ik kom gewoon even achter je.
We merkten dat jouw hersenen tegen me gaven. Ik sprong er gewoon af en ik had niks om mezelf te saven. Echt? Wat was dat? Oh nee. Wat nou weer? Ja, ik weet niet wie er naast me zit, maar het klonk als wel op je de welp. Had je het hoofdgebouw? Ja, maar dan kan je toch winnen? Ja? Ja, dan was ik echt. Oh. Sorry, wat zei je? Ik deed de deur in je gezicht dicht. Ja. En je liep er gewoon doorheen. Ja, ik dacht dat het klonk. Ik heb even mijn wallhack aangezet. Cool. Nou, dat blijkt. Ja, hey, oh jongens, jullie zijn zo dood. Hoezo? Oh god, hij heeft een zwaard. Het zwaard is in mijn klauwen terechtgekomen. Dat is echt slecht. Hey, waar ga jij heen, David? Kom eens even hier, papa. Loesoe, papa. Laat mij nou eventjes vliegen. Je mocht alleen een grijze pistool, deze is paars. Goud zelfs. Grom. Gaat hij weer vandoor, hier, Lars? Sorry, ik had net een jetpack nodig. Ah! Huh? Thijs gaat er gewoon dood, jongen. En dan gaat hij nog 1-2 HP over hebben, denk je van, hoeja. Oh! Au! What the fuck, jongen? Hoe hit je dat überhaupt? Je komt daar ineens vandaan. Dat is het wolf, ja. Oh. Ja, smoker wolf, waar kom jij vandaan, jongen? Hier kom ik, nee! echt verdiend, wolf, echt waar. Bro, ik had jou zo hard gejetpacked! Ja. Oh, hij heeft een vaart, nee, niet een vaart! Nee! Nee! Yes. Het zwaard is te goed. Oh, van de meeste wins. Gedeeld. Bro, deze kills. Senna, ik... helemaal onderaan de leaderboard, staat nu bovenaan. Ja. Ik had zo'n W op jou getropt, Senna, dat is echt ongelooflijk. Jij kwam uit het niets, jongen. Ik choked hem helemaal. Ja. Oh, die was zo lekker. Doe even wennen aan me. Alles. Dit is wel chill, kan nu even kijken waar iedereen is. Want? Nee, niks. Ah, David, hallo. Hey, de draak. Hey David, ik zie daar, wacht even. Daar zie ik zo'n bal. Oh, pak hem. Is goed. Oh. Holy fuck, ik weet niet hoeveel jij mij zoveel hitte. Maar dat was niet goed. Ik hitte jou... Maar ik hoopte dat je me niet door had als ik via de storm zou komen. Au. Ik kan namelijk zelf nooit mensen zien als ze in de storm zijn. Maar blijkbaar hebben jullie dat probleem niet. Ik ga ook weer even door een muur heen. Oh. Mijn god. Payback. Mijn god. Echt een payback actie. Ah. Dat is jammer, hè? Holy shit, gebeurt het in Gaza? Hé, hey, nu ben je gewoon salty aan het doen. Ik vind het best, jongen. Ja, natuurlijk. Ik ben aan het genieten van de draak. De hele schoonte met water doet het gewoon niet. Thomas? Hoe kan het door de muur heen? Dit heeft een schild. Oh god, nu is de hele... Dit is nu gewoon weer de meer... Wow! Ja! Je hielde! Nee! Draak! Hij hield mij. Oh, draak. Zonde. Die stormflip was wel een geniale move. Oh, het was een stormflip. Ja. Het is een schild, dus daarom dacht ik. Ik moet eerlijk zijn, ik dacht ook dat het een schild was. Nee, dat was natuurlijk weer Lars, die met een snelle plannetje. Oh. Hé, hey, stop er eens even mee. Ja, ik word echt van drie kanten onder vuur genomen.
Echt niet? Dat was alleen ik. Nee, dat was ook een ander. Welp je de welp? Oh. Ja, het was David, maar dat ik niet eens door. Hoe de fuck heb ik dat overleefd? Ik had 7 HP. Nou, dan heb je het zo dus overleefd. Volgens mij met 8 HP. Hoe is het nou? 74, dat was 210. Meer zelfs. Oh. En hij telt het nu allemaal bij elkaar op, hè, David? Die kutpump! Wat? Hij telt het nu allemaal bij elkaar op. Oké, GG draak. Hij heeft in totaal 74 damage gedaan. Ja, als ik 74 zie en dan nog een keer 74. 2 HP erbij. Zo! Bruh! Oh mijn god. Oké, draak, alleen nog Lars, dit moet je eerste win worden. Ga dan win. Nou, volgens mij vlak, Thomas nog geen win hoor. Dat is wel? Oké. Ja, hij heeft zo'n fucking boog. Ik mag niemand raken met de boog. Oké, goed zo. Oké, Thomas, je hebt hem. Boven Thomas, boven je. Waarom Thomas zo veel? Ja, waarom is Thomas zo goed? Thomas die stiekem elke dag even lopen grinden, dat is echt... Even een raampje editen. Ja. Ja. Je moet het maar kunnen. Ja. Dat is lang zo gek nog niet, hè, draak? Hey. Nee, en als het functioneel is. Zo gek is die draak niet. Crazy. Het is ook ongelooflijk, hè, David? Oh! Kan je dat gewoon niet doen? Draak? Weet je, zo kunnen ze echt wel overpower trouwens. Of, je bent pauperschil. Ah. Oh. Jeet! Feed is the leaders. Oh. Wat dat? Wat doet niet genoeg damage? Was dat 198 damage die deed? Ja. Oh. Oh. Fuck, wist jij dat ik daar was opeens? Nou, het was meer een lucky incident, maar. Oké. Okay. Ik kan het. Waar is de wolfmeister eigenlijk? Zal ik je een tip geven? Boven je. Oh. Au. Au. De wolf heeft het zwaarst. Als de andere trigger gebruikt, kan je ermee dashen. Ja, dash. Oh. Dash even, dash. Nee, je moet dashen. Ash? Zijn er iemand Ash? Eeuw. Oh, oh mijn god. Duidelijk dat jij niet weet hoe je het zwaard moet gebruiken. Nee. En de rest ging ook een beetje fout. Ik was zo in de shock van dat ik de naam Ashley hoorde. Dus toen. Wat is daar nou mee? Wat is daar. Wacht, moeten we nog een YouTube streamen? Ja. Wat? Ik wil even een verhaal horen eigenlijk. Ja, zou ik het echt terug kunnen zien? ik hoor allemaal dingen, maar ik snap er echt niks van. Nou kijk, Ashley is gewoon ontvolgd op de gram. En op de Snapchats. Sindsdien is ze eigenlijk boos. Als ik het goed heb begrepen. Ik zit niet heel erg boos. Dat is ook hoe ik het heb begrepen. Oh ja, ja, ja. Ik had er van de gram verwijderd. Ja, dat klopt. Auw! Ze boos. Ja, omdat Wolf... Hé, Thomas, stop. Hé hey, joh, doe eens even normaal. Ja. Heb ik nou eens trouwens jouw volgverzoek nou geaccepteerd? Volgens mij nog steeds niet. Volgens mij al niet. Thijs, maar je beseft wel dat je echt letterlijk langs mij rende terwijl ik aan het healen was, hè, Pils? Oh, nou, maakt niet uit. Ik doe het graag voor je. Weet je wie ik echt haat? Zo. Waarom zit Harko dan weer opeens in mijn rug? Zo, ik heb daar geholpen, Lars, wil jij niet weten. Zeker. Ik weet het.
Waarom verschijnt Harco altijd in mijn rug? Ah, daar is die hamsterbal. Oké, goed om te weten. Weet ik dat David nog leeft? Nee! Ben je doodgevallen? Nou. Nee! Ja. Niet eens? Ah ja, Thomas lul. Hallo? Nee, dat... Maar waar is hij? Wolf, je moet Lars gewoon pushen, want hij kan toch niet veel van dichtbij. Oh, nee! Gewoon snipers. Nee, David! Er is ook nog een draak. Oh, ik bouwde, waardoor hij niet landde! Nee, ik viel gewoon per ongeluk het gebouw af. Wat een geluk. Wat een lucky shot, Wolf. Ik wist niet waar David was, ik draaide hem om en schoot. Dat heet ook echt aimbot. Nou, dat valt wel mee hoor, maar... De Wolf reporten voor aimbot. Okay. Ja. Ik heb het live op stream staan. Wolf heeft... Aim assist, hij heeft sowieso aim assist. Nee. Jawel, je hebt letterlijk aim assist. Dat is de PlayStation. Post, ja, oké, is goed. Ah, ga janken. Ja, weet je wat het is, Wolf? Zo goed is dat dus niet. Ik moet echt weer meer op. Nee. Even kijken hoor. Even kijken, daar moet ik heen. Wat zal ik eens meenemen allemaal? Ja, dit allemaal leuk spel. Oh! Daar was dat voor actie? Ik hoef jou niet, Senna. Welke hey, ik loop hier dan? Nee, kut, Lars! Au! Huh? Waar de fuck kwam dat vandaan? Als het Lars is, dan kwam het van Lars. Oh. Het bouwen gaat nog steeds een beetje fout soms. Woehoe! Ik ben ook even alle oriëntatie kwijt met zoveel man. Hey Lars, waar ging jij nou heen? Was je bang? Ik was heel bang. Heel jammer. Ik zie daar een auto. Dat zal wel welpje de welp zijn als ik het rijgedrag zie. Nee, het is voor mij Lars. Ik ben al dood. De rijgedrag. Oh, jij bent dood. Is Lars. Auw! Senna, je bent echt een flikker. I know. Holy fuck, ouwe. Auw! Ah! Zo, hoe miste je dat? Ja, ik weet het niet. Toen ben ik opeens onder vuur genomen. Nee! Daar! God op, Thomas. Easy. Oh? Zo! Nee. Heel goed, Thomas. Hoe zijn zoveel mensen nog over? Hè? Au, au! Mijn auto... Ah! Fuck! Ik wou naar rechts lopen en mijn auto is tegen links, editen. Dus ik bleef stilstaan. Ik kon dit buur niet editen. Oh. Ah. Wat een gekke tijd. Oké, phone kick, Lars. Dat is niet normaal. Ik had hetzelfde idee als Thomas in de storm healen, alleen... Ik had Thomas net wel gezien. De uitvoering was wat minder. Dag. Ah. Wat een chaos. Ik wil gewoon eens wat mensen onder vuur nemen met het zwaard. Is dat nou zoveel gevraagd? Oh, ik hoorde je. Heel goed, dat was heerlijk. Zo, Senna heeft oren. Confirmed. No way. Ik geloof het. Nee, deze guy was gewoon een beetje aan het geluid maken. Oké. Hij was gewoon een beetje geluid aan het maken. Oh. Ja, dan hoor ik je. Oh. Ik zie dat de hamsterbal nog niet gebruikt is. Dus David is dood. Dat is een goede conclusie. Ja, jammer van David dan. Ik zit gewoon op de wc. Lekker. Doe eens de groeten van mij.
Au! Ik wist ook niet wie het was! Au, 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 au! Yo! Bofje, kom hier. Philipper in mijn proximity mines. Thijs, kun je gewoon verstoppen met bestaan? Ik zal het proberen. Nou. Oh. Oh! Nou! Nou! Wie is dit? Wie is dit? Jezus! Doe normaal. Dus? En toch leeft hij nog. Oh, uit die lucht. Uit de lucht. Uit die lucht. En hurt okay. You. Netjes, netjes. Je ziet wel echt dat de twee goats bovenaan staan. Dat lijkt me meer dan terecht. Maar Wolf, ik dacht dat jij een lama was. Niet. Doet Lars en jij? Nee, Senna, jij en ik. Oh, hard. Ja. Ja, terecht. Moet ik zeggen, als Lars gewoon wapens had gebruikt, hadden we waarschijnlijk gewoon alleen maar gehuild. Sssst. Sssst. Senna, internet is geen plek voor waarheid. Blijf nou, hoeveel HP heb jij nog over, Senna? Goed zijn in Fortnite. Mag het even. Nooo. Wanneer je hele sociale leven hebt verneukt, maar wel voor kan Fortnite. Nee, een grapje, Lars. Wow. Nee, maar dat is dus het leuke. Was ik echt Lars... niet nodig gewoon om de banaan te noemen. Lars heeft zijn sociale leven niet verneukt, dat had hij gewoon al niet. Zit hier nou iemand? Nee, oké. Okay. Huh? Bro, ik heb de voice clad glitch. Oh, Lars kan niet meer praten. Ah. Ik heb mijn sensitivity gewoon weer teruggezet wat ik was en ik dit gaat weer beter. Ik heb geen idee hoe ik hier ben gekomen met die hamsterbal. Voor mij kunnen we David ook niet meer horen. Jawel, ik hoor jullie. Oh, vet. Ja, Lars kan ons in ieder geval, of kan ons misschien nog wel horen, maar wij kunnen hem niet meer horen ofzo. Oh. Hoi David. Ik vind het ook mooi hoe David gewoon niet schoot. Kieboe. Ik had een schild. Oh. Ja, dat moet je wel gebruiken eerst, hè. Hoe ga ik winnen van de hamsterbal? Hoe doe je dat? Ja, van door. Oh zo. Oh. Nee. Ah. Ja, dat is echt een lucky shot van jou. Holy fuck. Hoezo? Nou, je hit hem echt 200. Slowly at the top. Ze ging zo lekker. Ik heb heel veel lobby gekleerd. Want Wolf, vind je een hamsterbal? Ik vind een hamsterbal. Ik was ook verdwaald in het Trump Tower. Had je überhaupt een kill? Daarvoor? Ja? Vriend, ik had het potje, ik had die hamsterbal gevonden en daarna kwam ik jou al tegen. Oh lol, dan heb ik hem echt bijna okay. Van... Had ik iedereen dood? Dat zou dan goed kunnen. Dat vind ik wel legendarisch. Ik vind die regel dat als je een Port of Fortress hebt, dat je die dan moet gooien. Vind ik een van de allerbeste dingen die Game met een man heeft gedaan. Echt zo. Holy shit, Gaza. Ik gooi die juist mee. Oh. Soms druk ik gewoon verkeerd knopje in. Oh, ga weg met die airstrikes, man. Oh. Auw. En toen kwam David zijn wraak zoeken, volgens mij. Ching. David, heb jij de boel gebombardeerd? Zit daar iemand? Wellicht. Ik weet niet zeker of daar iemand zit. Oh. Ja, ik snap het op zich wel. Oh. Toen moest je reloaden, hè? Oh. Oh. Nou! Hakselaar! Oh. Okay. Klote Senna! Je moet op een gegeven moment wel reloaden, hè, met zo'n minigun. Vervelend, hè? Ja, dat is het. Oh. Ja, daarom... Ja, daar wacht ik ook op.
Hé, waar is Lars? Maar we hadden allebei die minigun volgens mij, of niet? Nee, nee, ik had geen minigun. Oh. Het was een SMG. Oh, dat was gewoon een SMG. Senna, jij bent zo schil? Ja, voor mij ook. Oh, alleen jij en Lars zijn nog... Ja, ik had al iets zo'n idee, want ik zag niemand. Ik heb de draak al een tijdje niet meer gezien. De draak is overleden volgens mij. Zo! Nee, ja. Mijn god. Dat was wel een clean shot. Ik vind het echt zo jammer dat we Harco niet meer kunnen horen. What the fuck. Niet oké. Hoe die gast toch ook gewoon weer 7 wins heeft. Met alleen zijn sniper. We hebben meerdere mensen die voice chat glitch zou best kunnen. Ik weet het niet. Die behoudt nog wel of zijn we alleen ik en Wolf gaan praten? Ja, oké. Okay. Ja, dat idee heb ik ook. Ik denk dat wij dat er weer... Oh. Maar, ja, oké. Ja. Lars zegt ik hoor alleen Skeer en Wolf. Oh, maar Lars, ik hoor jou niet. Ah, ja, ik hoor Wolf wel. Liever maar... allemaal op party channel dan. Ja, maar wat zijn dan de opties? Yo, kan je me horen? Ik ga gewoon even... Ja, ik hoor jou. Ik dacht dat ik en Wolf gewoon aan het lullen waren en de rest niet, maar... Ik dacht het ook... Maar ik dacht al, wat heb ik bijvoorbeeld Thomas lang niet meer gehoord? Ik hoor Thomas. Zal de draak anders wel een woordje kan zeggen. We kunnen ook weer een game channel misschien. Ik hoor Thomas niet. Oh ja. Ik hoor jullie wel. Wie hoort mij? Ik Wolf en Senna, hoor David. Ik hoor jullie. En Thijs, ik hoor jou ook. Maar yes! Woo! Ik hoor Wolf en Senna niet. Volgens mij horen Wolf en Senna mij niet. En ik hoor hun wel. Huh? Zit te joinen? Ik heb een voice chat glitch weer. Senna, hoor ik jou nog steeds? Maar ik hoor Senna. Hoort er iemand mij? Ja, ik hoor Wolf. Ja, maar Wolf hoort jou alleen niet. Crazy. Hoor je me weer? Ja, ik hoor jou weer als enige. Ja, David, hey, pak hem, David. Senna, oh. Senna, hoor je mij? Hoe? Yeah. Ja, oké, ja. Wat is het in de game channel, man? Ja, ik had geen HP meer. Ik had geen Thijs die met 5 HP de storm inspringt. Ja, ik moest wel, ik had niet heel veel keus. Wat was dat? Hele goede actie, Thijs. Ja, Senna, je moet gewoon je bek houden. Wat? Maar je kan me niet horen. Oh. Ja, maar nu horen we niet niemand. Ik vind het niet. Senna, is een droppelen. Ja, Lars zegt ook als we game channel gaan. Ja, nu game channel. Ja, dat ben ik al. Zijn wij in de game channel? Senna is een droppel. Ik hoor Senna. Holy shit. Voor jou ook. Let's go. Horen mensen mij? Nee, ja, ja, ik hoor het dan wel. Dit is echt een Fortnite bug ofzo. Ja, dat is echt gewoon een rare klus. Ja, ik en Wolf dachten gewoon dat we alle twee gewoon praten. Dus ik en Wolf, hallo, waarom praat niemand meer? Ja, ik hoorde jullie dus nog wel. En ik was gewoon aan het terugpraten. Jullie reageerden gewoon niet op mij. Ja, maar de gesprekken waren zo raar. Want ik hoorde Wolf wel, maar Senna niet. En zij praten blijkbaar met elkaar. Wolf was gewoon even aan het cheat zo praten. Wat doe jij, David? Wat is het voor shit? Wow, wat gebeurt hier, joh? Hallo? Schiet jouw shotgun sneller. Hallo, Wolf? Hallo? Nee, maar dat had ik ook. Oh, dat weet ik niet. Misschien gewoon snel op een knopje rammen? Ik kan hier niet omheen bouwen, dit zijn echt vervelende dingen. Ga weg, Wolf. Oké. Hoi, Lars. Hahaha, lekker David, dankjewel man. Wat? Ik ben door aan falling damage dood gegaan. Lekker David. What the fuck. Crazy. Nee. Ik dacht oprecht zijn Senna en ik nou de enige die een beetje gezellig aan het viben zijn, maar... Wat is Fortnite ja, toch een epische voice chat? Sorry? Wat is Fortnite toch ook een epische voice chat? Ja. Wat is... Waarom kon ik daar... Kom je doen, Lars. Hey.
Je zou gewoon een heel verslag moeten schrijven over hoe David zo'n potje, zeg maar, zijn strategie. Wat? Maar waar zit Lars? Ja, Lars hangt gewoon in de lucht en schiet gewoon meestal boven. Ja, hij is helemaal boven de toren. Oh wacht, hier zit hij. En dan heb je... en dan heb je David. Heeft de enige over dus. Die het wel lekker prima heeft in zijn hamsterbal. Hey, nice. The best points are you winning game against the Solar. What? Wolven winnen mensen niet te veel. Yo, ik hoor Thomas. Ik hoor Wolf. Kijk, ik hoor Thomas. Maar ik hoor Thijs niet meer. Thomas, hoor jij Senna? Ik hoor Senna en Thijs allebei. Ja, kut. Wolf, hoor jij mij? Oh, ik hoor Thijs volgens mij niet. Oh, dat is mijn ademing. We zijn allemaal weer in de party channel omdat de game afgelopen is. Oh. Dat is echt irritant. Nee, Thijs, dat is echt oneerlijk. Nee, dat was perfect eerlijk. Je bent gewoon fucking slecht, Senna. Wanneer je een wapen gebruikt. Ja. Ik hoor Lars. Oh, ik hoor Lars niet. Ik ben de enige die Lars kan horen. Dus... ik hoor Thomas wel, maar... Oei, gezellig. Ik ga van een brug afspringen. Oh, nee, shit. Dit was niet wat ik dacht dat ik kon. Oh, Thomas. Wacht even. Ik voel er niet klaar voor. Oh, had ik je daar geraakt? Man. Wat gebeurt er hier? Hij heeft Lasker weer een 360 no-scope gedaan en iedereen gekild. Ja, ik word gebombardeerd! Ik voel me net in de Gaza-strook, joh. Jeumig. Nou, dan komt Harco weer. Ik vind Harco toch zo irritant? Oh my. Maar Harco is de enige die rustig kan blijven in de chaos. Dat is niet leuk. Iedereen die mij hoort, kom even in de gaat die vent? Heeft hij nog de meeste winst ook? Ik hoor echt niemand. Nee, ik hoor Wolf. Senna, ja, ik hoor jou ook. Hoor ik Thomas nog? Maar wie hoort mij? Thomas, zeg eens wat? Ik snap er echt niks van. Nee, ik hoor Thomas niet meer. We kunnen weer in de game channel. Ja, doe. In de game channel. Dit is zo irritant, dit. Get your shit together, Fortnite. Oh. Er liep iemand echt volledig langs mij. Dat kan gebeuren. Hoor ik nog iemand? Nee. Ik hoor jullie allemaal. Ik hoor Senna, ik hoor Thijs. Oh, wie hoort nog meer? Wel, vet. Ik hoor jou ook al. Ja, nu wel. Hoor je mij nou ook? Ja, ik hoor Draak. Oh. Hoor je mij nu ook? Ja, ik hoor ook een welpje de welp. Gelukkig, we horen elkaar. Dit wordt echt een inside joke. Van hoor je mij wel, hoor je mij niet, hoor je mij wel. Wanneer je op een feestje komt en iedereen vraagt feest aan elkaar, hoor je mij, hoor je mij, hoor je mij? Ja, en dan start niemand het. Ja, sorry, ik zit nog in de party channel. Oh. Ja. Wolf, sorry, welpje had me genoeg. Ja, je probeerde te third party en het ging gewoon fout. Nee. Jawel, jij was welpje aan het kapot maken. Het ging welpje kapot maken. Ja. Dat van wond hadden. Oh, wonde. Fuck. Gelukkig heeft nu Wolfje kapot gemaakt. Wat is dit voor ding? Wat? Fucking boost. Je kan het, Wolf. Probeer niet dood te gaan. Lars gaat je waarschijnlijk een no-scope of zo. Ja, je kan ook, gewoon inbouwen. Je kan ook gewoon inbouwen, Wolf, en gewoon hem outliven. Hij is nu boven je. Nou, dat geloof ik best. Oh. Dat was niet helemaal de bedoeling.
Wat? Wat een game. Waar is die vent? What the fuck? Ik heb dat die lastig altijd in de storm kan blijven, voor altijd. Auw. Dat is niet helemaal de bedoeling. Hey. Hoe is die vent altijd in de storm? Oh. Godverdomme. Auw, auw! Hoe doet die vent dat? Hij heeft opeens weer... Ik had ook op zich op de... Unbelievable. Waar die vent toch dan is? Ik heb geen flauw idee. Thomas, kan ik je nou wel horen of viel je weg? Oké, Thomas viel weg. Ha! Volgens mij zitten we nu samen in de channel. David headshot hem, dat is echt niet normaal! What the fuck? Oh, nu is iedereen er weer. Ja, ja maar we gaan weer terug. Dit is ongelooflijk. Ik kan je trouwens in je settings veranderen waar je standaard in komt, maar... Dit is echt niet te doen zo, alleen ik hoor nu weer alleen. Ik hoor Senna, ja. Ik hoor wel Senna en Wolf. Hey, Thomas hoor ik ook. Ik hoor maar aan het begin van het potje valt Lars en Thomas weer weg. Het is wel consistent, of? Oh, stop. Lars, laat me je duel pistolen. Wat? Ja. Waarom achtervolgt hij me niet op de launchpad? Ah. Hey, kom hier. Wolf is de enige die nog een party channel zit. Ja, dat zou wel later lekker. Ik zeg net ook met Wolf een party channel, dat is wel grappig. Wat is dit? Volgens mij kun je het wel in je settings veranderen waar je standaard in terecht komt, maar... Dus ik zou moeten veranderen dat ik naar de game channel ga standaard. Dat je automatisch in de game channel komt, maar ik weet ook niet waar het precies staat. Ik kan even kijken of ik kan vinden, ik ben toch al dood. Oh. Ja, ik wou hier dus even zoeken naar hoe ik naar de game channel moest. Oh wacht, dat kan ik ook gelijk wel even doen. Instellingen? Nee, volgens mij staat het niet bij instellingen. Volgens mij ga je altijd automatisch naar party. Nee, Senna! Laat me dan even ook naar die game channel gaan! Vroeger kon je dat veranderen, dat je standaard in game channel of in party channel kwam, maar... Maar kan dat niet bij audio? Er is een hele tap voice chat, maar je kan niet standaard ergens naartoe gaan ofzo. Nee, maar vroeger kon dat, maar blijkbaar nu niet meer. Nee. Maar ik moet dus nu aan het begin van elk potje even naar... Ja, what the fuck. GG, David.
Zonde. Had Daaf gewonnen? Nee. Bijna die gozer. GG nog, David. Ook weer focussen, focus. Voortaan, als ik even de springy ga dansen, dan moeten jullie mij verlaten, want dan moet ik even naar de goede channel. Wolf, nee. Ik kan al, tijdens het XP claim kan je op een channel switchen. Ja, alleen door mijn autodrift duurt dat heel lang, omdat hij de hele tijd weg wil. Ah, oh, ik was zo mooi erboven gezien. Ja, dat is heel nice van je, maar nee, joh. I'm impressed. Get out of here. Oh ja, daar was een launchpad, dat was ik even vergeten. Er zijn echt overal launchpads hierop. Ja, nee. Maar ik wou ergens een rustig plekje healen. Wat heb ik niet gehit? Oh. Oké. Ik land, ik ben dood. Story of your life. Nou ja, ik heb toch meer winst dan jij hoor, Senna. Oeh. Maar... Dat zo? We hebben echt evenveel winst. Oh, hij heeft over winst in het echte leven. Nou, ik had het wel over dit, toch? Heb ik niet meer winst dan jij? Nee. Oh, klote. Even jammer. Ik had er net meer. Oh, je had net dat vorige potje gewonnen. Exact. Hé, hey, wie zit in deze... Dit is natuurlijk David. Het zal toch niet zo zijn? What the fuck? Ik weet niet zo goed hoe ik van Lars moet winnen, die zo irritant doet. Senna wil wel winnen, maar hij weet niet hoe. Ik heb niks waarmee ik damage kan doen, dus als je nu niet van me wint, zou ik dat wel een beetje knap vinden. Oh, ik heb 100 geraakt met mijn proximity. Huh? Ik kwam van zo'n jump pad. Hoe kreeg ik dat fall damage? Dat sloeg echt nergens op. Ga weg, Senna. Ik heb geen wapen. Fucking zweetje. Hè? Maar hoe de fuck nam ik daar voor... Hoe nam ik daar fall damage? Ik zat in zo'n launchpad. Wat? David! Hij staat recht voor je neus. Hij staat echt nergens op, voet op. Man, je de welp. Je had 4 schoten. Ja. Goofy. Oh, dat is heel nice. Goofy, David. Hoe mocht ik dat? Ik had... Ah, ze blauw, dat is zo. Ah, maakt niet uit. Kut, nu staat... Kut, Senna boven mij. Staat bovenaan iedereen. Oh nee, laat maar. Lars op een moment. Ja. Nee, maar Lars had deze keer geen baan. Hey, ik ben er al. Jee, man. Zo, lekker. Doe je dat snel. Wolf, anders gaan we even op Senna team en dan kan Senna niet boven jou komen. Yo, Lars, dat vind ik een briljant idee. Ik hoor dan zo van die sprongetjes boven mijn hoofd. Dan denk ik, nou, weet je wat? Tering! Zijn we weer, jongens? Oh! Ja, we zijn er weer. Kan iemand mij daar in de lucht te snijpen? Ja. En dat lukte bijna, hoor. Nee, David Beast. Weg. David weg. Oh, dankjewel, David. Hallo, ik weet ook wie dat is die op mij schiet. Op een gegeven moment houdt die jackpot opeens mid-air op. Ja, hij heeft maar bepaald bepaalde... Nee, dat snap ik, maar hij zat nog lang niet aan dat level. Wel, maar dat is alleen... Er zijn 2 levels. Ah. Wat? Thomas Builder Pro? Ja, inderdaad. Gast bouwt een hele Taj Mahal. Wat is dit? Een stormflip of een... Oh. Ja, dat was misschien...
even allemaal. Oké, okay, David. Senna, laat die David met rust! Wat ben jij een hond? Met dit krijg je ervan. Zonde. Hij moet toch voor dat kill op record gaan. Ik vind toch dat David 5 wins heeft. Vind ik eigenlijk verdacht veel. Ah. Oh. Wat heb je tegen Lamabel thuis? Alles. Oh, oké. Okay. Leuk. Zonder reden of heb je daar gewoon een reden voor? Nee. Oh. Ja, het is vooral dat jij die emote gebruikt en ik gewoon een hekel aan jou. Nee, grapje. Oh. Je bent toch goed in Fortnite, dan is het toch niet meer leuk? Daarom ben ik niet gewend. Ik had weer mijn zusjes controller kunnen stelen, maar ik dacht wel vandaag of niet. Maar zit er nog Dream Party Channel? Ja, nou! Nou, Senna speelt vals. Dat wist ik wel. Ik ben er lekker zo mee opgehouden, ik vind het wel mooi geweest. Nou, het is pas bijna 12 uur, man. Ja, ik moet morgen fucking half 9 uur. Ik ook al saai worden. Ik zei Thijs zing een liedje voor me, zei ik Thijs. Nee. Oké, Senna, ik wil wel een liedje voor je zingen als je jezelf nu van een gebouw afgooit en doodvalt. Nee, dat is... dat nee. Gaan we niet doen. Ja, dan niet. Dan krijg je geen liedje. Maar ik bedoel ik niet jammer. In Fortnite, hè. Ik bedoel er gewoon in het echt. Nee. Ja, dat dacht ik al. Stormflips en dan is een map zo in het al. Dat is gewoon geen cirkel meer dan. Oh, nee, wat doe ik nou? Dat was niet echt heel tactisch. Zo, oké. Hallo Lars. Wat vond u van mijn meesterset, jongens? Ja, wat? Dat is er. Hoe is het mogelijk? Ik weet niet. Oké, wat was dat? En dan ga ik er vandoor. Ja, snap ik. Oké. Ja. Oh, what the fuck. Eén loot plek. Dat is ongelooflijk, Lars. Ja, belachelijk. Niemand weet het ook eigenlijk. Het is echt een van 's werelds meest relevante vragen. Top 5 questions science still can't answer. Oh! Ik was aan het struggelen naar waar mijn goede items waren. Komt David even mij saven? Oh nee, ik heb mezelf in de panari geholpen. Oh, ja. Oh, wat? Wat? Laten we eens proberen. Ja, ik ging dood aan de storm. Ja. Wat? Nee, waarom eet ik dan vis? Oh. En dan is het ook niet eens een lekker vleesje, hè? Dan is het vis. Waarom heb ik niet die fucking vis op te vreten? Als ik gewoon aan het bouwen ben, dan denk je opeens... Nee, nu is het tijd om vis te gaan vreten. Nee, oh, dan ga ik dood. Lekker wel! Let's go! Draki! Draki, jongen! Ik wil er ook bij. Dansen.
Hey, jongens, ik vind het mooi geweest. Ging yes. Thomas het beeld verder. Doei Thijs. Dag Zilts. Ik kan nog wel 2 of 1, maar daar ga ik wel van door. Ja.